Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, we zijn weer op vrijdag aanbeland. Het is 10 uur 36 en het is 22 februari. Ja, de tijd houdt geen schoft. Nee, oftewel, de tijd die rust niet, wij wel. Ik ben nog even met een bakje koffie bezig. Moet om 11:30 moet bij fysio wezen. Ik weet niet of Astrid komt, want die was gisteren boos op mij. Zonder een reden. Ja, want ik laat niet de schuld op mij nemen als zij iets gedaan heeft als moderatrice zijnde in de groep. Dus ja, als ze mee bezig is, ik weet niet. Dus ik weet niet of ze komt, ja of nee. En als ik eens met de billen bloot, simpel zat. Ja, ik laat niet de schuld op mij schuiven als zij iets gedaan heeft. Ja, waar ik ineens geen weet van had dat het gebeurd was. En ik heb al 100 keer gezegd, zet het in die andere groep neer die voor ons bedoeld is, de vergaderruimte. En dat wordt het ook niet gedaan. Ja, dan is het haar probleem, niet dat van mij. Ik weet van niks wat zij allemaal uitspookt. Dus, maar in ieder geval, het maakt verder niet uit. Ik probeer er toch een leuke dag van te maken. Het is wel grijs, grauw en triest buiten, maar het is niet koud. Ik heb net vrolijk een wc'tje al schoongemaakt. En ja, gewoon zonder jas, het is lekker buiten, vind ik. Maar ja, ik weet niet hoe het op de booster is, dan kan het wel koud zijn, want je zit stil, hè. Ja, dus wat is een meisje? Hé, wat is een meisje? Ja. Oh, godje. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Neem ook een bakje koffie of een bakje thee, net wat je lust. Ik neem koffie. Praten gaat ook alweer wat beter. Het is nog wel ietsje gevoelig, maar het is gewoon ja, een raar puntje. Hè? Maar het komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, tot later. Oh ja, en anders als het komt, dan vlog ik natuurlijk niet, want het is toch al boos. Maak ik het niet nog bozer dan dat zal is. Maar vanavond ben ik er wel weer. En misschien straks als ik terugkom en zij is er nog niet, kan ik het ook doen. Dus ja, komt wel goed. En anders blijft het bij een paar filmpjes. En dan plakken we weer aan gisteren vast of zoiets dergelijks. Ja toch? Ja. Nou, doei doei. Nou, we zijn weer thuis. Ja, en het is goed gegaan. Ik heb 9 minuten op de loopband weten te lopen. En even denken, 18,9 op de fiets geweest. Ja, dus het ging aardig goed weer. Ik ben nou back en back af. Maar ja, wat wil je? Is ook voor mij niet niks. Nou, en ik ben benieuwd of Astrid komt, ja of nee. Het is weliswaar vrijdag, ze behoort te komen. Maar ze heeft ook niet afgezegd. Maar ze was wel gisteren boos. Zonder reden. Want ik had niks misdaan. Dus ja. Er heeft weer iemand aan het kleppen geweest. En mij geprobeerd zwart te maken. Maar ja, ik heb een brede rug. Laat het al weer afvallen. Komt goed. Ewen die zit lekker te eten. Ja, die smaakt het best. Frodo die legt lekker op de bank. Dus ook die vermaakt zich wel met slapen. Hé kerel. Dus ja, ik zal zien wat de dag me brengen gaat. Ja toch? Maar oké, jullie weten er weer van. Ik ben weer heel uit thuis gekomen. Dus we maken er maar weer wat van. Doei doei. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, goed nieuws. Astrid die is geweest en ze heeft excuses aangeboden dat ze ten onrechte boos op mij was. Ja, dat toch ook wel weer fijn dat ze dat inzag. Maar het maakt niet uit, ik ben er blij om en ze is alweer geruime tijd naar huis. Hoe laat leven we nu? Hé, hey, bezig toch. 18:26. Ja, en het is ook nog steeds vrijdag de 22e. Ja, toch? Ja, de 22e. Dus, en er wil er één eruit. Hé, meneer Koolhof? Ja? Oh ja?
Oh, is dat zo? Moet je naar buiten? Nou, kom dan. Kom dan. En ik zie wat leggen voor mij. Mist al wat. En nou zit ik hem leggen. Hoppala. En dat is mijn ring. Mijn ring. Ik was hem al kwijt. En dat vanaf gisteravond laat al. En dan vind ik hem gewoon in huis. Ja, ik wist ook dat hij niet te weg kon zijn. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hem nou weer. Ik zal hem zo meteen even omdoen. Want ik denk, hé, ik mis een ring. En dan legt hij op de grond, op de dweil. Ja, ik had gisteren zulke koude handen dat ik zat met mijn ringen te vogelen en te doen. En ze vielen er allemaal af. Ik denk, nou zeg. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb hem weer. Ben ik blij om. Ben met koffie bezig. Dus ja. Lekker, lekker. En we hebben ook lekker gegeten. Ik had spruitjes, ik heb nog over. Met gebakken spekjes en sippeltjes erdoorheen. Aardappelpuree, spekklapje erbij. Heerlijk. En dan een lekker bakje koffie. Zo, en met mijn tong gaat het ook steeds beter. Dus ja, is natuurlijk wel gevoelig. Het is ook niet 1, 2, 3 over, maar komt goed. Komt wel allemaal goed? Ja. Dan ga ik mijn ring even omdoen. Zeg ik, tot later. Ja, en er is er weer eentje gek. Hé, er is er weer eentje gek. Of niet dan? Ben je gek? Ja, hè? Ja, we gaan weer naar boven toe, hè? Naar Dromenland. Ja. We vliegen zo weer naar Dromenland, of niet dan? Hehe, hopiedopie. Ja, lieve vrienden, dat wij wensen jullie weer een welterusten en lekker slapen met de mooiste dromen die je maar wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, dat wensen wij jullie toe. Corinna en de beestenboel. De twee poezenbeestjes, Kandalf en Eeuwie zijn al boven. En nou gaan wij daar ook naartoe. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!